jeetje, dit wordt natuurlijk nu een puinhoop. En... kijken waar die nou naartoe gaat. Volgens de beschrijving moet je dus een badje met Dettol maken. Ik heb hier een badje, als badje kan dienen. Ik doe wel wat warm water erin. Maar nou heb ik dus een probleem, want ik heb deze Dettol, om de vloer schoon te maken. Perfecte hygiëne. Ja, daar kan je natuurlijk van alles schoon mee maken. En ik heb deze Dettol, een soort wondspray. Ik weet niet of ze de allesreiniger of de wondreiniger bedoelen. Ik denk persoonlijk zelf deze. Dus ik gooi hier gewoon wat van in dit bakje. En dan doe ik het niet te diep. Ik heb iets minder dan een half flesje erin gegooid. Dan zou die Dettol dus in die kanaaltjes trekken van die schurftmeid. En dan spuit ik het daarna nog wel een keertje na met deze Dettol. En het lijkt me niet dat ik hier waar ik de vloer mee reinig, dat je daar die kippenpoten in moet stoppen. De spullen staan klaar. Ik heb een badje met Dettol. Dit is de Dettol. Ik heb vaseline. Nadat het badje, nadat ze in het badje hebben gezeten, moeten ze in de vaseline. Om eigenlijk de boel lekker te verstikken en soepel te houden. En ik ga een beetje van het spul afnemen ook. Ik moet het ook met... En dan wil ik het ook eens even onder een microscoop bekijken of ik daar die vieze schurftmijten kan ontdekken. Zo, dit is het hok waar ze in gaat dadelijk. Dus het is helemaal droog. Schoon koolzaadsnippers. Dus deze gaat vast dicht. En dan hier stop ik haar er zo in. En dan blijft ze er gewoon, ja, het is misschien zielig, maar eventjes voor de eigen bestwil even een paar dagjes in zitten. En dan zie je hier die poten. Dat ziet er echt verschrikkelijk uit. Ja, je moet ook niet de maanden broeden. Hè, dompie. Dus dat gaan we eens eventjes behandelen. Zo, kijk, hier zie je die poten. Hier zijn die verschrikkelijke poten zichtbaar. Het ziet er echt niet uit. Die ander. Hier, kom hier, kom hier, kom hier. Is ook hier. Dus we moeten er echt even wat aan doen. Eerst ga ik even proberen een beetje van het spul eraf te krabben. Nou, niet heel hard, maar wel een beetje dat ik kan kijken of ik dat onder de microscoop kan bekijken. Kom eens eventjes hier met je poot. Allemaal harde stukjes, dat zal ik er niet afsnijden hoor. Je ziet hier wel, het zijn een soort korstjes. Zo, dat heb ik wel genoeg denk ik. Oké, en dan moet ze dus, ho ho ho, ze is nou al een beetje pist. Ik zat er heel leuk in zo'n verhaal, 10 minuten met de poten in een badje Dettol. Nou, dus nu staat ze in een met haar poten in een badje Dettol. Ja, dat gaan we 10 minuten volhouden. Wat er nu gebeurt is dat ze dus, dat spul dat weekt en die Dettol, die gaat dan in die kanaaltjes van die poten. Nou, beetje, ze is in één keer wel rustig. Hè? Het valt allemaal wel mee, toch? Nee, nee, nee! Oeh, oeh, ja, daar was ik al bang voor. Hé, hey, sorry, je moet echt 10 minuten. Ze heeft het helemaal gehad. Zitten. Zitten. Laag. Hij heeft het level natuurlijk een beetje gezakt. Dus staan die poten er niet helemaal. Oh, zo wel. Ja, zo zit het nog redelijk onder. Onder de vloeistof. Oh, oké.
Daarna moet je dus met een borsteltje proberen de poot een beetje korstjes eraf te borstelen. Maar ik geloof niet dat ik de goede borstel heb. En je ziet hier, je ziet hier echt best wel hele klonten eraan zitten. En dat kan je er dus wel afbreken. Dus dat komt omdat het nu nat is geworden. Maar het gaat niet overal zo makkelijk. Nou, wat ik nu ga doen, is ik maak het droog. Ik wrijf het nog een beetje. Je ziet, je ziet wel dat het ietsje zachter is. Maar het is nog niet fijn. Dus ik ga dit nu insmeren met vaseline. Dan zet ik er in de hok. En dan gaan we dit morgen gewoon nog een keer herhalen. Er zit hier ook al wat bloed. Dus het komt los. Door die vaseline verstik je de hele bende. En denk ik dat je ook gewoon de boel even soepel maakt. Want het is knijterhard geworden. Vandaar de naam dus kalkpoten. Zo. Ja, we gaan al die snippers natuurlijk aan de poten plakken. Maar ja, dat is dan maar niet anders. Kom eens eventjes hier. Zo. Die pootjes in de vaseline. Beetje tussen je tenen maar, hè? Ja. Zo. Plakkerige troep. Het ziet er nu zo uit. En ja, dikke plakkerige poten. Zo. Oeps. Nou, dan gaat ze in dit hok. Het is bijna avond, dus gewoon erin. Deurtje dicht. Deurtje dicht. Woedend is madame. Dat komt ze niet zelf uit. Oké. Ik probeer het wel, maar er zit een drang ervoor. Dus nou, het is bijna donker. Dus dan gaat ze wel slapen. Morgen gaan we weer even kijken. Nou, dus dit is wat ik een beetje van die poten af heb gekrapt. En als ik een beetje ga inzoomen, zie je dat het eigenlijk gewoon witte klodders zijn. Dit is dan met mijn cameramicroscoop. En in principe wat je dus dat witte spul, dat is ontlasting van die beesten. En dit stuk kwam dan van die poot af. Dus ik heb dan bijvoorbeeld koers en plots. Als ik dat dan. Dat is best nog wel heel hard. Kijk eens even op dat snijvlak. Nou, hier zie je het onder de binoculair. Dat is weer nog net even ietsje groter. Ja, het blijft een raar klontje. Is het een soort sponsachtige structuur. Dat doet mij dan meer denken aan skeletjes. Spons is natuurlijk ook skeletten van die sponsdiertjes. Bizar. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bloedluismijt, die met het blote oog zichtbaar is, zijn deze dingen niet met het blote oog zichtbaar. Je ziet wel de gelaagdheid van die kalkklonten die ik van die poten af heb gehaald.
Even opletten dat ze er niet meteen uitgaat. Als ik naar die voet... Zet je voet eens neer. Die zien er nu al ietsje beter uit volgens mij. We gaan ze er weer even uithalen. Dan hoop ik dat je niet ontsnapt. Nou, hier is die weer. En die poten zijn nog best wel heftig. Maar wel al beter dan gisteren. Dus ze gaat weer in bad. En dan weer vaseline. Maar weer terug in het hok. Dat houden we dan zo een paar dagen eens vol. Nou, even goed naar die poten kijken. Het is al beter dan gisteren. Ze zijn minder wit. En het voelt wat minder hard. Ja, het is vervelend, hè. Kijk, hier hangen nog wel hele grote klonten onder. En gisteren was het badje niet zo diep. En sprong ze er een beetje uit. Nu is het badje wat dieper, dus kom maar, gaan we weer in bad. Zo. Zo, hè? Nee hoor, dat is het zo. Oh. Is het pijn? Kijk, een heel brok kan ik er zo afhalen. Ja, 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 die zit nog los. Die zit nog niet helemaal los. Eens even kijken. Auw! Auw! Doe die duim weg. Kijk. Dat hele grote blok, dat is er dus ook af komen zitten. Hier zit nog een groot. Oh, kom eens hier. Hier zit nog de grote stukken, maar die komen dan denk ik morgen wel. Smeren je voeten in en dan ga je weer in het hok. Zo. Oké, dag 3. We gaan er weer uit laten. Nou, als je het zo kijkt. Het is allemaal wat overzichtelijker geworden. Het is niet meer één grote kloddertoestand. En die tenen, die zien er inmiddels wel goed uit. Dus ze gaat weer in het badje. En dan smeren we je weer in. En het is niet leuk, maar het komt wel goed. Hè? Zo, ze zit er weer in. En het lijkt wel of ze weet wat het, dat het wel oké is of zo. Ja, ze staat dus eigenlijk tot aan haar buik nu in het water. Maar geen stress. Zo, eens even kijken. Kijk, zo'n heel brok is er dus afgeweekt.
Ja. Even die nog even erin, hè? Kijk, dit zijn dus de brokken die er afgehaald zijn. Kijk, dit zijn dus die brokken die van die poot afkomen. Het zijn dus echt hele, ja, best harde stukjes. En dit wordt dus uitgescheiden. Dit wordt dus uitgescheiden door die beesten. Ja. Nog een heel stuk. Nou, genoeg. Oh, rustig maar. Nou, worden je poten weer normaal, hè? Er zit op deze poot nog een heel groot stuk, maar ik moet het er niet afkrabben, want dat kan echt pijn gaan doen. Dus ik ga weer pootjes insmeren. Goed tussen die tenen. En goed bij die enkel. Dan verstik je ook als het ware die mijten. En maak je die huid wat soepeler. Lijkt wel of ze door heeft dat het allemaal goed bedoeld is. Niet leuk, maar goed bedoeld, hè? Ja, zo. Vieze klobbels ook even goed ingesmeerd. En dan gaat ze weer terug naar het hokje. Ja. Nou, nieuw badje. Ietsje steviger. Die kukkelt wat minder makkelijk om. Dus ik ga even een meisje halen. Als die grote klonten eraf zijn, ga ik er niet meer apart in het hokje zitten. Oh, ik moet er nog wel even dettel in gooien natuurlijk. Zo. Dop er goed op. Ik heb hem weer omgegooid. Zo, kom maar. Even kijken. Oeh, lekker zeg. Wat een lekker padje. Oeh, nou, even lekker met je voeten erin. Hé, zo. Kijk eens. Ik heb nog wat te eten ondertussen. Wil je wat eten? Nee, dan niet. Kijk, het grote stuk van die poot is er vanaf. Het grootste stuk. Dat wat hier zo zat. Wat hier zo zat. Een beetje bloed. Er zit nog één hard stukje. Maar dat is ook aan het loslaten. Dus dan gaan we nog even in bad. Yes. Kijk, en het laatste stuk van die poot is ook af. Dus dat is mooi. Ik nog eventjes erin. En dan daarna insmeren met vaseline. En dan mag deze of die niet meer terug in het hok. Dus alles van zijn poten af. En alles ontsmet. Zo. Kom maar. Er zitten nog wel wat kleine korstjes. Er zitten nog wel wat kleine korstjes en wat van dat wittige spul, maar ik ga ervan uit dat dat er wel afgaat in de tijd.
Voeten weer lekker insmeren. Ik zag dat het Noord-Hollands hoen ook die poten heeft, dus die is de volgende patiënt. Dan kan ik gewoon 's avonds dat eventjes bekijken. Stukje, oh, let's kijken. Zo. Kijk eens, mevrouw. Ja. Nou, mag je weer los. Doei. Gaat ze lekker scharrelen en eten alsof er niks aan de hand is. Helemaal prima. Nou, hier is ze dan. Na al die behandelingen. Het is nog een beetje wit, dus misschien moet ik het nog een keer gaan herhalen. Maar eigenlijk... Ze heeft een beetje in de modder gelopen, maar de meeste troep is van haar pootjes af. Dus ik zal het nog één keertje herhalen van de week. En dan ben je weer helemaal mooi, hè? Ja! Dus nou, dat is fijn. Je ziet het, eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Alleen even volhouden. Deze heeft, is ook een Ajam, is niet dezelfde dus, heeft één zo'n klodder wit op zijn poot, dus dat zal ik er ook afweken. Ja, zal ik jou ook eens even behandelen? Hè? Weet je nu hoe het moet, hè?